Goedemiddag kijkers, we zijn op Dijkveld, waar er een stille loop gehouden wordt voor het meest recente slachtoffer van een roofoverval. Hij is in zijn huis vermoord geworden. Hij probeerde zijn moeder te beschermen en hij is toen neergestoken door de inbrekers. Vandaag houden buren, familieleden, vrienden, een stille loop. Ik heb me laten vertellen dat het 3 kilometer gelopen zal worden. Het is begonnen bij de school. Openbare school Dijkveld. En men gaat nu naar de plek des onheils om bloemen te leggen. En dat is bij het huis waar het slachtoffer heeft gewoond. We gaan praten met Sjaam. Sjaam Kirpal, hij is een van de organisatoren van deze loop. Sjaam, vertelt u maar. Onze goede vriend is op een zeer lafhartige wijze om het leven gebracht. En dat heeft eigenlijk het Dijkveld op zijn grondvesten doen schudden een beetje. En natuurlijk zaten we allemaal ermee, we hebben het gehoord, we zijn ons medeleven gaan betuigen. Maar op zondagochtend dacht ik van, laat me iets toch even betekenen als buurtbewoner voor die jongeman, dat ik zo'n goede band had. En toen heb ik een paar vrienden gebeld, goede vrienden. En toen hebben we in een uurtje, 3 kwartiertje, hadden we alles besproken. We hebben alles op buiten gegooid en dan zo is dat ding gaan lopen. We zijn gistermiddag nog wederom bij elkaar gekomen om even al het fijne te bespreken. En nadat hebben wij dus besloten om vandaag dit te organiseren. Hij wordt morgen begraven en vandaar dat we het besluit vandaag hebben genomen en in een koele weer om deze loop te doen. Natuurlijk is het een loop waar we ons droevigheid uiten. We zijn zeer, zeer, zeer emotioneel, we zijn zeer bedroefd met wat er gebeurd is. Maar natuurlijk is het ook zo dat het de veiligheid van de burgers onderling in de buurt hier een beetje aangewakkerd moet worden door meer op elkaar te gaan letten en meer op elkaar te gaan kijken van hoe we omgaan met onszelf, een beetje waakzaam zijn. En natuurlijk is het ook zo dat je probeert de aandacht te trekken van buitenmensen, mensen die hiermee te maken hebben, om zo snel mogelijk hier aan hout aan te roepen op een of andere manier, want
Wij willen niet vermoord worden, klopt helemaal, begreep je. Maar we willen niet op zomer mee, echt niet op zomer. Het mag nergens meer gebeuren, niet eens op dijk. Nergens in Paramaribo, tsunami mag het meer gebeuren. Het is gewoon te veel geworden. En waar lopen jullie naartoe? We lopen rechtdoor hier, we gaan de Sinitistraat in. En dan komen we op een T-kruising en dan gaan we rechts af. Dan pakken we de Bosrijdsweg linksaf en dan komen we op de Martin Luther Kingweg. Lopen we linksaf, dan komen we weer in de Pierpontweg van de achterzijde. Net zijn we van de voorzijde naar buiten gestapt, maar straks van de achterzijde. En dan thuis aangekomen bij die man, dan gaan we onze bloemen en onze kaarsjes allemaal aanmaken. En er is een ruimte aan ons aangeboden waar we allemaal kunnen leggen. Dat is hem. Okay, dus jullie gaan naar zijn huis? Ja, zo meteen naar zijn huis. Ja, zo meteen naar zijn huis. Hoe heeft u Riaas gekend? Hij is een heel goede vriend van mij. Hij is een zeer vriendelijke man. Een man die je nooit zonder een glimlach zag. Een man die hard ging werken. Zijn eigen bedrijf had op zo'n jonge leeftijd bezig uit te breiden. Maar jammer. Het is jammer wanneer kleine ondernemers op zo'n manier uit hun leven worden weggerukt. En nota bene dat hij zijn moeder is gaan bevrijden uit een situatie. Dan dat treft je als mens wel, ja. Van hé, wat is dit nou? Je bent je moeder gaan bevrijden en dan word je doodgemaakt. Ik kan het niet snappen. Dat kan ik even niet begrijpen. Maar goed, we lopen even verder. De groep is mij al voorbij. Ik loop even met ze mee, want ik moet voorin zijn. Dank je wel. Okay. Dat was een van de organisatoren. De stoet is ondertussen langs ons heen gelopen. Wij gaan... Er zijn ook auto's in de stoet. Goed, we gaan deze livestream beëindigen. Dan komen we bij u terug. Wanneer we bij het huis zijn aangekomen. Tot straks. We gaan onder die boom, al die bloemstukken en zo. Nee, we gaan die bloemstukken daar leggen, onder die Maya-boom. Dus alle doekjes, kaars, op we hebben, gaan we daar leggen. Ja, ja. Ik ga komen. Even de voorkeur geven. Ik wacht even op mijn oom. Hij is er zo. Het was in principe een stille loop. Maar we hebben het een beetje vrijblijvend gelaten. Want bij een stille loop wordt er niet gesproken. En om eens even kunnen doorkomen. En dichtbij familie allemaal. Jullie kunnen komen. Ja, het is niet mijn neefje. Hij heeft geen neefje. Hij heeft geen nicht. Het waren allemaal broers en zussen. Dan kunnen jullie alvast rustig doorlopen, oké? Om je zo kan zien, daar kom. Dit is de weduwe, de moeder, de vader. Maar je kan ook meegaan. Ja. De zussen, kom hier naar die, aan de midden. Allemaal, je neven, ja, baby's vader. Kom hier. Als ik even de familie even door laat gaan. Ja, zo direct. Ik laat liever de familie voorop komen.
Santusha. Ik zal niet doen. Santusha. Lo. Ja, wacht even. Rissa. Er zijn een paar speciaals in het geland, in Nederland. Waar is Santusha? Santusha. Roel. Oké. Dank u, dan kunt u allemaal ook meekomen. Kaarsen zetten, het bandje losmaken en dan kunt u even door naar de tent lopen, gaan we zo direct samen netjes afsluiten met het volkslied. Zodra je hebt gezet, kunt u even doorlopen naar achter en ruimte maken. Okay. De mensen zetten hun leuntjes vast aan de boom. Wil je even aansteken bij ze of iets, dat de kaarsjes aangemaakt kunnen worden? Wacht even. Nee, ik ga het niet als eerst aanmaken. Geef de mensen. Maar Gaby mag niet aanmaken, zegt de schoonmaker. Gaby niet? Laat me even vragen. Wacht even. Oké, de lintjes worden vastgemaakt. En straks worden er bloemen gelegd. En kaarsen aangemaakt. Heel veel kinderen. Er worden kaarsen geplant in de grond en aangemaakt voor Iaas. Er waait een harde wind. Kaarsen, bloemen, lintjes bij de boom. De banjaboom op het erf Varia's. Er zijn nog meer mensen op straat. Het is wel erg druk op het erf. Maar er zijn nog meer mensen die op straat wachten. Oh, misschien kunnen we naar ze inzoomen. Ja, er zijn nog mensen op straat. Oké, het is heel erg druk bij de boom.
Oké, we gaan ons verplaatsen. Het is heel erg druk hier. Het is nu al... Als jullie even een beetje door naar achter gaan en plaats maken, alsjeblieft. Ja, 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 ja. Ik sta hier met een oom. Neef. Een neef van Riaas. Ja. Wat is je naam? Said William. En dit is een initiatief van de buurt. En de familie heeft dat helemaal meegenomen. Sorry dat ik zo snel praat. We hebben zo direct een officiële statement. We gaan nu afsluiten. Die mensen hebben een vredesloop gehouden, een stille loop. Een loop om hun medetuigen te betuigen. Maar het meest belangrijke is een alert voor Suriname. Alle buurten goed opletten. Het kan aan ieder overkomen. Het gebeurt zoveel. We willen de aandacht. Voor de betrokkenen, buurtmensen zelf, regeringsleiders, iedereen die betrokken is. Laten we dringend, dringend zorgen dat deze brute overvallen en vooral de nasleep zo snel mogelijk stopt. Sorry dat ik zo kort ben, maar ik heb zo direct, mag u ook waar u ook bent, mag u meedoen. We gaan het volkslied zingen en een algemeen gebed doen. Mensen, als we zover zijn, maak uw aandacht allemaal. Ja, er wordt zo direct water gebracht. Maar ik vraag allemaal eerbiedig te zijn. De mensen die gewend zijn een hoofddeksel te hebben. Vanuit het geloof. Dat mag. Alle anderen, uw hoofddeksel weg. Even eerbiedig. En maak je alle vragen. Dat we aan het volkslied. Alle twee coupletten. Naar voren zullen brengen. Ja? Ik heb graag de mensen van de buurtorganisatie vooral. Kijk, we vertrekken vandaag, hebben we geen mensen die op de voorgrond zijn. Maar mijn oom is hier, de weduwe nu. Ze hebben een titel gehad. Weduwe, de dochtertje van nauwelijks vier, wees. Vader en moeder hebben hun jongste zoon op zo'n manier uit hun midden moeten hebben. Maar u zal hebben gemerkt in de bekendmakingen, geen neefje. Het is allemaal broers. Het zijn allemaal zussen. Initiatiefnemers, de zussen van hier en de broers van hier, die hebben dit georganiseerd. Ja? We danken aan ieder die graag bijdragers heeft gegeven en heeft aangeboden. We hebben veel van ze eventjes on hold gezet, omdat dit project van de buurt is, naar de familie toe, maar meer nog naar Suriname toe. Alle buurten waar dit al is gebeurd, alle buurten is onze medelijden, onze medeliefde. Maar u hebt het in uw handen. Wij hebben het in onze handen om een stopper aan te zetten. Begin met je buurt op te letten wie loopt. Te checken, al praat je of praat je niet met elkaar. Maar let op elkaar. Laten we weer die sociale controle op een hoger niveau brengen. Maak contact. Appgroepen nu nog. Wat hebben jullie? Jullie hebben het prachtig gedaan. Ze wilden niet op de voorgrond treden. Maar ik heb gezegd, weet je wat? We kunnen dit niet laten. Mag ik u allemaal met gepaste eerbied vragen? Gaan we alle twee of één? We gaan het tweede couplet van het volkslied naar voren brengen. O pokondre, o po, sana grote kari o. Was op etata komo po, mi museti ko. Strede, strede, no safrede, gado devi fesima, erilibite na dede, misafeti kisrana. Dank u, Alan. Nou, het is een zo diverse groep. En ik doe dit uitsluitend omdat het grote huis wat hier voorop ziet, is van mijn nani. En dan zijn we hier opgegroeid als één familie.
Dan vraag ik u hoe u gewend bent, op uw manier, hoe uw gebed doet. Wij zetten het zo, anderen zetten het zo. Zet uw handen hoe u wil, dat we nu samen een smeekgebed gaan doen. O almachtige, barmhartige, genadevolle schepper. Wij danken u dat wij vandaag hier eensgezind kunnen zijn. Dat wij vandaag hier kunnen zijn met de ondersteuning van uw schepselen, van onze familie, van onze dierbare mensen om ons heen, onze buren, onze vrienden, onze kennissen, van heinde en verre, van het buitenland. Dat wij vandaag op zo'n manier een afscheid moeten nemen van een dierbare van ons, die niet meer met ons is zoals we gewend waren. We hebben al zoveel mensen van ons verloren op zo'n manier. Wij smeken u, almachtige, barmhartige, genadevolle, alleswetende God, dat u ons die kans, de gelegenheid schenkt voor, we zeggen, sabber, geduld, geduldsbetrachting, opofferingsgezindheid. Dat wij alsjeblieft van u, o almachtige, meest barmhartige, genadevolle schepper, kunnen leren hoe wij u op de beste wijze kunnen danken. Kunnen leren van u hoe wij u op de beste wijze kunnen aanbidden. Maar dat we van u die kracht, die zegeningen, die durf, die doorzettingsvermogen kunnen krijgen. Om ondanks moeilijkheden, ondanks tegenslagen, ondanks wat op ons afkomt, volledig standvastig kunnen blijven vertrouwen op u. Amen. En dat wij de zegeningen kunnen krijgen zoals vandaag van onze medemensen. Ondanks deze moeilijke periode smeken wij uw zegeningen in de vorm van blijheid. Dat wij blijheid kunnen geven aan onze mensen om ons heen. Dat wij van u die kracht kunnen krijgen om door te gaan. Succesvol in deze wereld en succesvol in alle andere werelden. O almachtige, barmhartige, genadevolle God, accepteert u alstublieft wat we in onze harten hebben. En vandaag ook een speciaal gebed voor al degenen die ons zijn voorgegaan naar de andere werelden. Mogen hun zielen in vrede rusten. Mogen hun families, hun nabestaanden krachten ontvangen om door te gaan. U hebt nu de gelegenheid om zelf op uw manier uw gebedje af te ronden en dan zelf af te sluiten. Shukran, jazakallahu khair, de grand tangi. En laten we vandaag een statement voor onszelf maken. Laten we bij onszelf beginnen. We gaan vandaag ons leven veranderen. We gaan vandaag met elkaar iedereen erop wijzen. De kleinste, de grootste, ook onze regeringsleiders in dit bijzonder mooie land. Dat we succesvoller kunnen gaan. Dank u allen. Namens mijn oom, mijn tante, de weduwe. Maar ik moet zeggen, de buurt zelf heeft mij gevraagd om op deze kortstondige oproep sommige reactie. Dank u allen heel hartelijk. Meneer Kierpaal, u heeft Riaas ook gekend? Zeker. Hij is onze buurtbewoner geweest. Hij is een heel aardige heer. U ziet het ook, de opkomst. Dat zegt al veel. De heer Riaas was zo gewild in de buurt. Hij woonde hier vanaf zijn geboorte. En we hebben gekozen om na de stille loop de polsbandjes en bloemen en kaarsjes die men heeft meegenomen om het hier op het erf van de heer Riaas, de ouders, om het onder een boom te plaatsen. Anderen hebben het gebonden aan takjes enzovoort, maar kaarsen gelegd. Er is speciaal gekozen hiervoor omdat dit een plek was waar Riaas normaal, als hij een beetje rust had, zat hij hier in een stoel. Weet je, dus we hebben geen andere manier om Riaas die plaats te geven, want hij is uit het leven weggerukt door, ja, zeg maar, criminelen. We hebben het niet verwacht, maar de buurt heeft toch gemeend om op zo'n manier die attentie te tonen en tevens direct ook de boodschap te doen overkomen bij de autoriteiten, bij de criminelen ook, om aan te geven van, dit accepteren we niet. We hebben Riaas gekend als een heel aardig mens en hij is opgekomen voor zijn moeder. En nu ziet u, hij laat een kind van 4 jaar achter, zo weggerukt
in de bloei van zijn leven. Het kind heeft nauwelijks iets kunnen beleven met papa. En dat gaat het kind nu een hele toekomst tegemoet zonder een vader. Het is wel hard om dat te mogen vernemen. Maar ja, we blijven rekenen op de Heer. En we hebben alle belief in dat het kind toch in goede handen blijft. Bij die moeder en bij de ouders van Riaas. Wel, ik zou zeggen, gebruik maken van de gelegenheid om iedereen te bedanken die zo spontaan hebben meegedaan. Het is een idee geweest van de vrienden van heer Riaas. En binnen 2 dagen ziet u een heel goede opkomst naar mijn schatting. Zeker meer dan 500 mensen. Dit geeft ook aan dat er eenheid is hier in de buurt. Ik heb ook voorgaande mensen, sprekers gevolgd. Er was ook een interview op de radio. Ik heb ook gevolgd waar mensen hebben aangegeven dat Riaas een heel aardige jongen was. Zijn vrouw heeft ook aangegeven dat de familie eigenlijk een heel rustig leven hier ging leiden. Maar ja, u ziet het. Je bent nergens veilig. Tot in je huiskamer ben je niet veilig. Hoe veilig moet je nog gaan leven in dit land? Ja, ik heb geen woorden voor. Laten we hopen dat dit nooit mag overkomen. Niemand ook. Niet alleen hier in de buurt, maar nergens. Niemand. We zouden hierbij dit willen laten en een oproep willen doen naar de politie, de autoriteiten, om meer in beeld te komen. En laten we van hieruit, van de plaats uit, ook hopen dat de daders zo snel als mogelijk in beeld worden gebracht. Laat het recht gaan zegevieren. Want dat zal tenminste een genoegdoening zijn voor de familie. En voor dat kind later. Dank u. Dank u. Goed, dat was buurman Kierpaal. Ja, dat is de weduwe. Zij is... Oké, ik ga nog met een mattie van Riaas. Riaas was your friend? Riaas is my friend. I want drinker. We drink beer together. So long. I met him. I've been talking to clean up. I do work again. Yeah? I work again. My boy give me money since last Sunday. Yeah? But we've been cleaning up the sea. Riaas. That's my friend, me and Mandringi. I work game. It's good best game, my friend. You know? But Prosling, me Alki Wansani. Prosling, I say, I. Agosto. Alki, me bin kom, fruku manteng, atake kom, fudu roko. Owe me kom, ten yulu damande de bako. Sorry about your friend. Ja, nog een familielid. Wat is uw naam? Rashid Abdelbasir. Ja, Rashid. Goedenavond, samenleving, broeders en zusters in Suriname. Dit kan niet zo doorgaan. Het is van toen en nog steeds. En het wordt steeds erger. We moeten nu naar een ander Suriname. Alles wordt veranderd. Is voor ons allen. We brengen offers op. De veroorzakers gaan ook offers moeten opbrengen. Wij zullen kijken hoe wij hun tegemoet zullen komen. We gaan gewoon aan een operatietafel. Ik wens met de regering, met dit begin van Riaas Kadir, dat wij één massa en één vuist vormen naar een ander Suriname gaan. We werken te hard om dit mee te maken. Geloof mij, we werken te hard. En het wordt met de dag moeilijker voor hun ook. Met hun bedoel ik de criminelen. Maar ik heb een mooie boodschap aan hun. Alles wat je verkeerd doet. Alles wat je wat niet mag. Is verloren tijd, broeder. Echt waar. Neem het van mij aan. Vandaag is het droog brood eten met water drinken. Morgen heb je die cola en broodbeleg. Geloof mij.
Maar als je denkt te roven en te stelen, is waste of time. Het gaat niet lang duren. Ik geef je een voorbeeld. Er zijn broeders in Suriname die het met drugs hebben gemaakt. Hoor. Hoe lang zegevieren ze? Drugsmensen, hoe lang? Hoe lang gaan drugsmensen genieten van hun rijkdom? Je ziet wat er gebeurt. De Mainakpaya, Trawai Lassi, Disi Dati. Is waste of time. Laten we samen gaan werken naar een ander Suriname. Steel niet, roof niet. Ga niet beroven. Het heeft geen zin. Want als het niet... Als jij niet het gelag betaalt, dan is het je gezin die het betaalt. Je denkt dat je met wat money, je roof aan man. Maar je kunt zeggen dat je money nog, je spent money naar Osso of naar de rivier, dat is zomaar. Isabito Beradao, wij zijn allemaal Surinamers. Dus we pakken aan, dat we denken ook to you. Want je kunt zeggen dat je Tamara kan de you too. Isabito me bedoel. Dus nogmaals, me apwang, wens. Laten we samen bundelen. Laten we offers brengen om dit naar een ander Suriname te brengen. We werken te hard om dit mee te maken, broeder. Echt. Is Erika grap dat Josribi, dat Tejerewan Keng, de wiki, dan moet je wakker worden om te kijken van wat voor me of zo. Je wordt verstoord in je slaap. Laat de regering dit ook meenemen. En laten wij dit allemaal meenemen dat niet kan. Want je moet de volgende dag weer werken. Dan ben je niet goed uitgerust. En dan is het niet alleen werken. Je gezin leidt er ook onder, want je hebt niet genoeg geslapen of goed diep geslapen om goed uitgerust te zijn. Dat gaat ook terug naar je gezin of naar je collega's, want je bent geprikkeld. Is dat niet, hoor? Dus nogmaals, ik heb een verzoek. Zij die niet konden meedoen aan deze loop, laten we nog een loop, nog een keer loop en nogmaals nog meer bij elkaar komen. Ja, dit wat is gebeurd, kan jou morgen ook overkomen. Dus denk aan mijn woorden, alsjeblieft, ik heb een verzoek. Laten we bij elkaar komen. En laten we nog meer de koppen bij elkaar brengen. Kom ook met ideeën van, hey, voordat iets hier gaat gebeuren, wat kunnen we doen? Kom met ideeën, we staan open. Dank u wel. God zegen voor u en de familie. En God mogen ons beschermen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Said, u had nog iets te melden? Nou, zeer zeker. Naar de totale gemeenschap toe. Als we alleen kijken naar een aantal apps, berichten via social media. Heel, heel hartelijk bedankt. Heel hartelijk bedankt, jullie allen. En het heeft de familie heel goed gedaan. En zeker ook de buurt, dat na lange tijd de sociale controle, de sociale welzijn, maar vooral dat er durf is geweest van een paar jonge dames hier. Van, weet je wat, in de buurt, laten we bij elkaar komen. Laten we een statement maken, maar niet met leuzen, niet met spreuken, niet met vingerwijzingen. Maar slechts van, weet je wat, we hebben een dierbare weer verloren. Laat het niet meer gebeuren met al deze brute overvallen, deze brute vermoorden. Maar laten we even kijken hoe wij beter op elkaar kunnen letten. En het meest sterke signaal, we doen alsjeblieft een dringend beroep op de regering, op de regeringsleiders. Alle takken die erbij horen, misschien de justitie, politie of wie dan ook, kan zorgen dat we samen kunnen gaan naar een veiliger Suriname. Maar ook nog dat je jezelf veilig voelt. Een klein voorbeeldje. We zijn hier in de buurt. U zal het misschien op de beelden hebben gezien. Als het ware een oerwoud. De mensen willen het niet schoonmaken. En hier is een centrum van jongens die hier opereren. Het moment dat jij iets gaat doen. Je mag natuurlijk niet het recht in eigen handen nemen. Maar als jij onverhoop iets doet. Word je opgepakt. Maar als die persoon komt. En dit uithaalt. Dan moeten we zeggen, laat het recht zegevieren. Natuurlijk, wij geloven in de Almachtige. Maar we weten, we hebben in dit geval heel veel steun en ondersteuning gehad van de politie. Van alle afdelingen die hier betrokken waren. Ook met de medewerking dat we wat het leek vrij snel hebben vrijgekregen. De buurt heeft meegedaan. Maar alsjeblieft, dit wensen we voor niemand toe. Natuurlijk niet in de hele wereld, maar specifiek in Suriname. Laten we bundelen, laten we kijken met buurten, laten we even kijken hoe we dit eventjes kunnen organiseren. Om alvast onszelf veiliger te maken. Behalve met dievenijzeren en camera's. Maar laten we die oude traditionele ogen en monden van de buurt weer aan het werk laten gaan.
maar dat niemand op iemand anders erf zomaar gaat. Dank u wel. Weet u ook wanneer de begrafenis is? De begrafenis vindt plaats, dat is gepland allemaal morgen. Afscheid nemen gaat vlak hier gebeuren van 12 tot 2. Daarna is er een gebedsdienst en daar hebben we de ter aarde bestelling rond 4 uur. Op de begraafplaats van Welgraag B van de SCV. Hartelijk dank. Yes. Goed, dan gaan we deze livestream afsluiten. Ik denk dat het laatste shot de boom wordt. Thank you.